Ja, vrienden, we gaan het missen. Ja, de BNB vol liefde. Oh, dat wordt eventjes een ontwenningskuurtje. Ja, die moeten we gaan nemen hoor. Want, jongen, het. Kijk, ik begin maar gelijk. Weet je wel, daar hoeven we het niet over te hebben. Die is blij met zijn kuifje. En dat wordt gewoon een duo. Nou, oké, dat is. Gefeliciteerd, jongens. En dan hebben we natuurlijk Arrivederci. Maar Arrivederci, die gaat zo onhandig om met die vrouwen. Want hij had dat goeie eigenlijk aan nageltje. Ja, maar goed, die Arrivederci die loopt gewoon met een rollator door het liefdesleven. Ja, en die moet gewoon eerst maar eens zorgen dat hij die rollator kwijtraakt. Nou, en dan hebben we natuurlijk naveltruitje. Nou, dat wordt natuurlijk, dat weten wij allemaal, helemaal niks met die Kramer. Nou, dan houden we over. Een enorme verrassing natuurlijk, daar in Frankrijk. Ja, onze vriend, de fluisteraar. Ja, die kwam in één keer terug in de nastoot. Want wij hadden gedacht met z'n allen, dat wordt niks met die poesiemuil. Maar poesie, ja, en ineens besluit die fluisteraar. Ja, ik vind het toch wel leuk. En ineens zagen we een zoen. En nou ja, of het blijvend is, dat betwijfel ik. Maar voorlopig is dat dus een verrassing. Ja, en daar hadden we natuurlijk Toujours. Ja, Toujours. Ja, die zit daar met die Menno, met die kung fu fighting. Ja, met die kung fu. Ja, en die werd naar zijn kamertje gestuurd. Wat een scène ook. Ja, het is gewoon voor de echte liefhebber, hè, van de BNB vol liefde. Dat was hem weer, hè. Oh, hij werd naar zijn kamertje gestuurd. En zij ging eens eventjes zwaar nadenken hoe het verder moest. Toujours, ja. Want ja, ze vond hem wel leuk. Maar er was geen vlammetje. Oh, er was geen vlammetje. Nou, en toen ging ze dus de hele avond alleen zitten nadenken. Wat ze met kung fu ging doen. Nou. Kijk, dan ben je toch ook hier. Kijk, het gaat er gewoon om gevoel. Wat nou nadenken? Ik bedoel, dit soort beslissingen, die neem je op de rand van je bed. Dan ga je zitten, je doet je ogen dicht. En dan doe je 2-3 minuten doe je ogen dicht. En je gaat op je gevoel af. Gewoon gevoel, even verstand uitschakelen, gevoel. En dan zegt je gevoel ja of nee, punt. En dan ben je klaar. Nee, niet Toujours. Die gaat daar een hele avond met zichzelf zitten vergaderen. Ja, en stuurt hem daar nog weg ook. En maakt daarmee een enorme fout. Nou, dan kom ik natuurlijk bij Bril op hoofd. Ja. Ah, ook dik in orde, ja, Bril op hoofd. Want die ouders van Bril op hoofd, ja, die onvermijdelijke ouders, die zitten al met elkaar te vergaderen hoe het verder gaat. Het meisje is daar net een dag of 2-3. En die hebben het al helemaal over. Ja, maar als ze dit doet en als ze dat doet in het bedrijf en als ze daar wel, weet ik veel. En we knettergek. En Bril op hoofd. Ook in de war, want die loopt ook al de hele tijd vooruit te schaken. Want die is in zijn gedachten al bezig de kinderen naar school aan het brengen of zo. Ja, dan gaat dat meisje, die wordt er helemaal gek van. Dus zo benauwend allemaal. Dus ik zie dat gewoon niks worden hoor, met Bril op hoofd en die juf. Kom ik nog even snel bij Rettekatet. Ja, Rettekatet, die is helemaal klaar met iedereen. Maar Rettekatet, die deed een oproepje. Ja, heb je gezien? Ja, Rettekatet, die is nog wel, die staat er nog wel open voor. Ja, voor een nieuwe man. Maar ja, vrienden, als je je daarvoor gaat opgeven, voor je reisje naar Madeira, naar Rettekatet, dan moet je wel een aantal cursussen gaan volgen, hoor. Ja, dat begint ermee dat je moet sowieso Frans gaan leren, dat is één. Daar moet je wel mee gaan beginnen, want anders doe je al sowieso niet mee bij Rettekatet. Nee, dus je moet wel, pas du tout. Pas du tout, ja. Menno, ja. Dat soort dingen moet je wel, ja. En je moet wel een beetje bekakt gaan praten natuurlijk. Je moet wel een beetje dit gaan oefenen thuis, ja. Je gaat gewoon voor je spiegel staan en dan moet je een beetje een raar bekkie trekken. Zo, ja, een beetje een raar bekkie trekken. En als je dat rare bekkie trekt, dan
krijg je ook dat beetje rare geluid. Weet je al. Dus als je dat doet, dan, ja, dan kom je misschien wel in aanmerking voor ons soort mensen. Daar gaat het om, hè? Ja, OSM. Dat doe je niet mee. Ja. En je moet ook leren dat je achterloze zinnetjes in het Engels kan uitspreken. Anders doe je ook niet mee bij Reticatet. Dus ja, in plaats dat je zegt, zullen we nog een wijntje doen? Dan zeg jij bijvoorbeeld, how about a glass of wine? Begrijp je? Die. En die schud je gewoon zo, woep, zo uit het mouwtje. Ja. En dan doe je mee. Hè? En je moet natuurlijk een beetje denigrerend kunnen neerkijken op het gewone klootjesvolk. Ja, als je dat ook kan, hè, dat je dat een beetje in je hebt, hè, en weet je dat niet, hè, dan ben je van harte welkom op Madeira. Blijf het over, vrienden. Tot slot. Ja, natuurlijk. De grootste verrassing van allemaal. Ja, en daar zijn we natuurlijk toch wel heel blij mee. Met Jodelahiti 2. Ja, want... Ja, we dachten allemaal, dat gaat het dus niet worden. Met de huisman, weet je wel. En hij had al de klik en hij vond het allemaal geweldig. En zij had ook wel een beetje klik. Maar er was nog geen plaats voor een man in haar leven. Want ze zat met twee draakjes, dus hij werd weer weggestuurd. En uiteindelijk, vrienden, is het dus toch nog allemaal goed gekomen. Ja, ze heeft toch dat deurtje opengezet. Ja, voor een man. Ja, toch een man in het leven. Dus de huisman is toch toegelaten. Nou ja, weet je. Hey. En waarom ook niet? En het is alleen maar leuk. Alleen ja, de huisman moet wel verschrikkelijk uitkijken natuurlijk. Want die wordt daar natuurlijk nog wel een paar keer enorm ondergesneeuwd. En hij moet wel natuurlijk van zich afbijten. Ja. Goed van je afbijten daar. En zet er af en toe even goed op de plaats. Nou, vrienden. Hey, ik vond het een geweldig seizoen van de BNB Vol Liefde. En wij wachten weer vol spanning af op de volgende afleveringen. Dag!